Ik ben super trots als directeur dat ik vandaag hier sta voor ons nieuwe gebouw. Een nieuw gebouw voor basisschool De Zuidstroom, waarvan we met de kinderen, met personeel gaan genieten. En het is leuk om vandaag met al die mensen in ieder geval samen te genieten, dat te zeggen van goh, want we zijn halverwege, de vlag is in de top. En we hopen in ieder geval dat we in januari, februari met al die kinderen en die personeelsleden dat kunnen betreden. Oké, applaus voor Peter en applaus voor Ian. Het mooie van dit gebouw dat we deze krijgen is dat wij nog beter recht doen aan ons onderwijs. De verbindingen waarin kinderen samen kunnen leren, die komen nog meer tot z'n recht. En we hebben een duurzaam gebouw neergezet. En de duurzaamheid, daar leren kinderen ook mee. Doordat de kinderen straks slimme dingen gaan doen. Door na te denken van op een gegeven moment van wat betekent nou duurzaam en hoe zie ik dat terug in ons gebouw. Door bijvoorbeeld even als voorbeeld te geven van er komen straks zonnecollectoren op waardoor we zelf onze eigen energie gaan opwinnen. Nou en hoeveel energie en dat kunnen we samen gaan rekenen en dan even rekenen als symbolisch vak op een gegeven moment van kunnen we samen gaan uitrekenen met de kinderen hoeveel energie we zelf opwekken en dat dat ook beter is voor het milieu. Dit gebouw is een cradle-to-cradle gebouw of een duurzaam gebouw. En dat moet je vooral vanuit het volgende zien. Dat moet je zien vanuit het gegeven van, er worden 21 elementen van cradle-to-cradle ingezet. 21 elementen die kinderen ook kunnen waarnemen en waar ze ook kunnen zien van, het is slim dat we het zo bouwen. Het zijn elementen die ook weer een stukje terugwinnen, waardoor de bekostiging van zo'n gebouw zo laag mogelijk is. En niet te vergeten op een gegeven moment, we moeten heel erg zuinig zijn in de wereld op onze energiebronnen, zeg maar. En als je dan de slimme dingen doet, zeg maar, en in dit gebouw zien we dat op een gegeven moment van, door je eigen energie op te wekken, door slimme dingen met water te doen, zeg maar. Daarmee zorgen wij ervoor dat dit een slim gebouw gaat worden en dat het een echt cradle-to-cradle een duurzaam gebouw is. Dankjewel meneer Koen. Goedemorgen allemaal. Als eerste heb ik een vrijwilliger nodig. Wie wil mij helpen? Zoveel vrijwilligers. Dit is een kindcentrum straks. En het kindcentrum houdt eigenlijk heel simpel in dat we zeggen van naast dat wij goed basisonderwijs gaan geven voor de kinderen van 4 tot en met 8 jaar, is het ook een kindcentrum waar kinderen van 0 tot en met 4 al binnen kunnen komen. Via de kinderopvang, via de peuterspeelzaal. En het mooie van alles is dat we dat samen afstemmen met de collega's van Spring Kinderopvang. En het mooie is daarvan dat de verbindingen en de overleggen tussen de leerkrachten, de peuterspeelleidsters en andere managers, zeg maar, veel kortere lijntjes zijn, waardoor we de kinderen nog beter in beeld hebben en nog beter maatwerk naar elk individueel kind kunnen geven. Geef ze maar een hand, zeg maar. Ik moet even een hand geven, Jamie. Draai maar even om. Geef maar even een hand. Goed zo. Oké. Ja. We hebben gemaakt omdat wij blij zijn dat er een nieuw schoolgebouw komt en daar staan ook alle wensen van de kinderen op. Aan deze twee heren die heel veel op deze bouwplaats zijn om ze even op te halen. Ik heb mijn ogen al regelmatig gesloten en gedacht van ik zie me hier zitten. Ik ben aan gaan dromen op het moment dat ik 2,5 jaar geleden de opdracht kreeg van ga bouwen, ga met de architect om de tafel, ga met alle andere mensen die daarmee van doen hebben om de tafel en maak er iets moois van. En er is al veel gevorderd en ik zie me zeker daar zitten. Ik verwacht dat de eerste kinderen die in dit schoolgebouw gaan zitten, dat het in januari 2016 gaan zeggen. Ik zet daar nog eventjes geen cijfer voor. Dat is wel als doel. Wat een hele belangrijke is dat we in een periode waarschijnlijk gaan verhuizen waarin de kerstvakantie valt en ook een korte periode is voordat de carnavalsvakantie is. Wij willen daar een slimme planning op loslaten en in samenspraak met en de aannemer, maar ook het verhuisbedrijf, dat we in ieder geval op een juist moment met z'n allen hierin komen. En natuurlijk, het mooiste is dat we dat 1 januari zouden kunnen doen. Maar luister, als ik nog 4, 5 weken moet wachten en ik zit er dan is dat ook prima.